Hey, zijn jullie er ook? Hey, een hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag 30 november 2020. Mijn naam is Karin Stamman van de Werf. En de naam van mijn man, die is Roderick Stamman van de Werf. Ja. Het is morgen alweer 1 december, mondkapjesplicht. Ja. Vind ik eigenlijk heel moeilijk, maar oké. Okay. Maar wat we allemaal gaan doen, we nemen jullie gewoon gezellig mee. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ja. Zoals jullie het al wel zien, loop ik lekker met Lady buiten. Ja, en mensen met een flexielijn. En Roderick loopt ook met de twee meiden. Hé, meisje, jij. Kijk. Gaat zo goed, hè, met jou, hè? Ja, zometeen gelijk maar even naar de garage. Ja, morgen autorijles om 5 uur. Dus 6:30 thuis. Joepie, 6:30 thuis. Wauw. Jij. En al die mooie kleurtjes, hè. Het heeft wel weer wat. Ja, het heeft wel weer wat. Ja, we gaan lekker binnendoor, hè. Ja, we gaan binnendoor. Kom maar. Ja. Oh, wat ben je weer mooi, hè. Ja, lekker snuffelen overal, hè. Kom maar. Ga je gek doen? Op het kleine nepkunstgras, kom maar. We zijn hier ook al lekker bezig met vegen geweest, zie ik. Ja, plasje doen zeker. Ja, denk ik wel. Lekker ruiken, snuffelen. Hé? Ja, dacht ik. Lekker plasje doen. Hé? Moet kunnen. In de bladeren. Ja, ga mee. Ja, kom maar. Ga gek doen dan. Ga maar lekker gek doen. Nu niet, of wel? Wat ga je doen? Ja, kom dan. Lekker. Lekker. Ga je niet de rollenbollen nu? Heb je er geen zin in? Rollenbollen? Nee? Lady. Ben je toch een mooi meisje? Hé? Ga zitten. Lady. Ga zitten. Zitten. Ja. Yeah. En toen zaten we dus weer gezellig in de auto. Wat is dat voor masker? Oh, gewoon een normale printmaskertje. Oh, wauw. Geweldig. Nee, we gaan dus nu onderweg naar de garage Den Helder. Garage Den Helder in Den Helderstraat. Nummer 25 in Den Haag. Ja. De reclame maken. Hè? Ja. Omdat dat mijn deur, deze kant, als ik dus hier open doe, nou, dan wil die dus niet open. Niet. Deze wil dus niet open. Nee. Dus ja, dat laten we even nakijken. En ook even mijn raam, want hij gaat ook niet zo altijd zo lekker makkelijk dicht. Want dan gaat hij tik. En toen was hij dicht, ja. Het kan ook hierin, lief. Het kan ook door de warmte zijn, weet ik niet. Maar het komt wel goed. Oh, hoe lekker die remmen horen. Want het is ook nog deels nieuw, hè. Dus het moet nog steeds... Nee, en de trommelremmen niet, maar de voorste remmen wel. Ja, die wel. Ja, die wel, ja. Kijk, en daar hebben we Roderick. Hi. Hi. Toch gezellig. Toch gezellig. Heb je nog leuke content? Nee. Kont en tent. Content. Nee. En je hebt een kont en we hebben nog geen tent. Ja. Nee. Wij. Een content. Nee. En die man die heeft wel een kont en die heeft ook een rugzak. Dus ook een tent. En een tent vooraan. Ja, precies. Oh, wow. Een hele andere tent. Ja, maar oké. Okay, maar hij heeft wel een tent. Om zich heen. Oh, wauw. Gaat dit over. Een brommertent. Ja, precies. Dat is goed, een tent. Ja. Richting de Eland. En dan helemaal door. Door de Eland. Magada. Luister. Ja! In Magada. Luister. Eland, als je helemaal door bij de Appie Heijn bent, heb je daar ook weer einde van die straat verkeerslichten. Ja, en een Eland. Ja, en een Eland ook, ja, ook goed. En dan bij die verkeerslichten gaan we links en dan zo weer, ja,
richting garage Den Helder. Den Helderstraat nummer 25 in Den Haag. Ja, zo. Rustig. Zo. Hij is nog even af. Dat is handig als je weg wil rijden. Nee, ach ja, kan gebeuren. Ook leuk. Oké, het gas en de motor gaat af. Ja, dat is toch handig? Nee. Staat in zijn 1. Hoe moet je dat dan? Je hebt dat snelheid ook. Nou, waarschijnlijk niet goed gedoseerd, want dan slaat hij ook af. Daar weet ik alles van. Net zoals bij mijn lieftallige zus en bij de rondondes. Ja, maar dat is wat anders. Dan moet je een bocht maken. Ja, maar alsnog. Dan kan je de motor afslaan, ja. Maar daar heb je dus geen last van met een automaat. Nee, daarom rij ik ook. In een automaat heb je geen last van. Ideaal. Ja. Kijk, daar gaat onze auto weer naar binnen. Joepie. Aan mijn kant wordt die gemaakt. Hoop ik toch. Daar gaat hij weer. Ja. Kijk, die wordt eraf gehaald. Ja. Fijn. Ja, dat zit gewoon met Kit vast. Met Kit? Ja, met Kit. Want Richard heeft deze hele bekleding aan rozenkant ook al helemaal vast losgemaakt. Dus dat ken gewoon. Ja. Dat zit gewoon met Kit. Wist ik ook niet hoor. Oh, je zit hem vast. Oké. Er is niks, hè? Nee. Noppen naar de Jento. Helemaal niks. Waarom denk ik dan... Maar is het al een tijdje zo? Of nu? Sinds? Anderhalf maand ongeveer, hè, nu, hè? Ik weet, zo mag je niet rijden met een halve kapotte auto weer. Maar we flikken wel meer met deze auto, zoals met half verrotte banden te gaan rijden. Hè, in het begin. Met ijzer er al uit. Ja, vorige keer toch? Nee, dat was toen nog helemaal in het begin en dat we deze auto hadden. In 2018. We zijn alweer bijna 2 jaar getrouwd. Even kijken. Ja. Yes, daar ja. Ja, je kan niet op en op de hand remmen, dat weet je. Top, helemaal goed. Kijk, mensen, zo ziet het er dus uit. Joepie. Mijn duurduw doet niks meer. Nee. Nee. Is niet handig, niet. Nee. Stanley mesje. Ja, ik kan moeilijk vragen van mag ik helpen? Mag ik nou toch niet? Tegen voor je.
Nou, schat, kun je kijken? Niet. Kijk. Hij niet, ik wel. Laat hem losje. Ja. Je woont in Rotterdam? Nee, in Den Haag. Wij wonen in Den Haag. Ver van hier? Nee. Ongeveer. Nou, en toen had ik dit dus in mijn hand. Ja, lekker vieze handjes krijgen.nl. Dat komt dus daaruit. Hij heeft dus nu helemaal alles los. Van mijn kant. Dus een keertje anders dan bij Rozenkant. Dat heb ik nu een keertje. Hé, hey, hij heeft een mooie tandartsloepje. Dat is leuk. Dat sloepje, hoor, mij ook. Oh, wow. Kijk, met dat ding kan hij mooi kijken wat er aan de hand is. Wat er loos is. Wat er loos is, weet ik ook niet. Ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden dat hij gewoon te vies is. Dat hij daarom niet wil. Dat lijkt me sterk. Of dat hij gewoon versleten is. Er zijn twee opties. Of versleten of te vies. Ja, is wel zo. Even checken. Wat is het? Is het te vies of is het gewoon afgesleten? Ik denk gewoon afgesleten. Ik heb niet zo heel veel verstand van auto's hoor, maar ik kijk al vanaf dat ik jong was al mee met auto dingen bij de garage. Vroeger altijd al. Dan wou ik ook altijd overheen onder langs lopen. Dus en nu kan ik het filmen, dus nu weet ik precies wat er wordt gedaan. Nee hoor, en we komen gewoon weer bij hoor. Dus maak je daar maar geen zorgen over. We maken weer genoeg reclame voor je. Nou, jullie horen het straks wel, wat er aan de hand is. En zoals jullie nu kunnen zien, hij is hier heel schoon. Hij was gewoon vies. Ja, en als hij vies is, doet hij het ook niet. Nee. Had ik het toch goed, hè? Of vies, of nog versleten. Ja. Nou, hij was vies. Ik ga het eerst even kijken of het wil. Gaat hij, denk ik, zo ten eerste versluiten. Gaat hij in de auto zitten? Kijken of hij open wil. Alles even voor de zekerheid controleren. De stang trekken. Ja. Nope. Hij gaat. Ja, nu pas. Ja. Ja. Telefooncentraal, ja. Ik kan het zelf op straat openmaken. Huh? Hoe zei je dat nou? Wauw. Wauw. Ik weet niet wat je zei, maar dat komt zo meteen wel. Ga je hem dan strakker maken dan? Hier ga ik het een beetje korter maken zo. Hier. Oh, buigen? Ja. Een beetje buigen. Plus met twee tanden. Oké. Okay. Dan wordt het korter. Oké. Okay. Als ik aan de kant moet, moet je het zeggen hoor. Dat weet je. Zo. Oké. Okay. Verkorten. Oké. Okay. Deze ga ik zo.
Zo. Dat is best hard. Zie je, hij is korter gemaakt om verschillende bochten. Het is een hard staal. Oké. Okay. Dat doet het wel, laten we proberen toch? Ja. Ik moet er ook gewoon in kijken ook, hè. Nee, maar je kunt deze hout nu als geen ander, hè. Maar waarom hebben ze geklikt dan? Ja, weet ik ook niet. Geen idee. Want die klikkertjes zijn er nog. Ja, dat weet ik, maar geen idee. Ik niet weten waarom de kit op zit. En dan kan ik wel zeggen, hij slaat me dood. Maar doodslaan doe je me niet, dus... Dat gaat hem niet worden. Het lijkt me handig. Ja. Ja, hij doet het. Ja. Hij doet dat.
Oké, dit is weer een nieuwe winkel. Die is nog in aanbouw, in aanbouw. Ja, sorry mensen. Hij is wel gaaf. Als mensen nou niet door het beeld heen gaan lopen, kan ik een mooie foto maken zo. Zo, pats. Die heb ik er mooi op. Kijk, en Roos ook mooi. Hi. Kijk niet zo boos, streng. Oeh, lief kijken. Anders ga ik je schoppen, ja? Anders ga ik je schoppen, hoor. Nee, even lachen. Lachen naar... Nee, niet zo. Lachen. Ja. Hey, jullie er ook weer. Nou, fijn. Gezellig. Nou, zoals jullie zien zitten we nog steeds in het Tototje. En gaan we dus even naar de Autowasstraat in Scheveningen. Even kijken of onze lieve, gezellige Dave er is. Als Dave er niet is, ja, dan helaas pindakaas. Dan gaan we weer lekker een retour richting huis. Ja, dat was een blaadje. Dicht vooruit, ja. Zingende Dave. Zingende Dave. Ja, en dat vonden heel veel mensen leuk. Het is geweldig. Dus ja, we gaan even kijken of ze al bezig zijn met verbouwen. Want ze zouden eigenlijk deze week gaan beginnen, toch? Ja, daarom. Dus we gaan het even bekijken en we nemen jullie gewoon weer zo gezellig mee. Nee, noppen naar de Jento. Ze zijn dus nog niet bezig met... Ik ga maar gewoon kijken. Is leuk, even kijken of Dave er is. Kijk, ook het leuk. Dave! Ze zijn wel bezig. Ze zijn wel bezig, joh, met verbouwen. Mooi, ik ga filmen binnen, jongens, voor jullie. Speciaal voor jullie. Ja, speciaal voor jullie. Ik stap er gewoon uit. Kijk, hartstikke mooi. Zo dan. Ze zijn al lekker bezig geweest dus. Nee, niet. Niet, of wel? Ja, ze zijn al wel bezig geweest. Ja. Hey. Hey. Even kijken. Ja, we zijn een beetje begonnen, ja. Ja. Ik zie het. Zo, we gaan dus weer naar ons gezellige Dave. Ik doe wel eventjes en de autoraam even open. Kijk. Het is zo mooi. Kijk, laten we hem even weer even werken. Gezellige Dave. Gaat hij even weer alle bandjes doen. Ja. Alle bandjes. Even de velgen reinigen eroverheen. Hè Dave? Beetje velgen reinigen, want je hebt juist laatst zelf mooi gepoest. Ja, goed hè? Je hebt jezelf gepoest. Ja, klopt. Nou moeten we het even bijhouden. Ja, precies. Dat daarom. Daarom. We gaan goed komen. Ja hoor. Dag meneer. Dag meneer. Ik heb hier doekje. Oh, je doekje. Ja hoor. Nog steeds. En een extra, die is ook handig hoor. Een extra. Even aanzetten. Nou, ze zijn dus wel bezig, maar het gaat dus voor hem veel te langzaam. Nou, dan gaat hij weer hoor, met de hoge druk. Ja. Zo dan. Nee hoor. Nee, weet je maar. Oh wow. Ja, kun je nagaan hoeveel... Nee, maar dat heeft Nico dus ook al in de gaten. Hè, sinds dat we hier komen, dat onze auto er mooier uitziet. Ba, gaat hij weer om met zijn ba. Van ba. Hoezo, nee man. Dat is ba. Waarom is dat ba? Ba. Hoezo? Ba. Oh nee. Snap je wel, dit ba. 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 Oh, onze verstandige Dave. Mocht je een 10 rittenkaart willen, is leuk. Helemaal top. Nou, we zijn begonnen met de verbouwing. Ja. Dus, maar ja, hij werd weer een paar dagen weggeroepen. Dus. Ah, fijn. Handig. Je ziet in ieder geval dat we wel aardig mee bezig zijn. Ja. Het wordt lekker fris. Mooi. En op welke dagen werk je? En voordat de mensen ook naar jou toe willen komen,
Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag. Maandag, dinsdag en woensdag. Ja, en als die andere jongen natuurlijk op vakantie gaat. Ja. Dan werk ik ook. Mooi. Ik neem geen mensen meer aan. Dan is het niet interessant. Nee, toch dus, niet. Ik heb gewoon die ene jongen. Ja. Nou, die heb ik gisteren ook weer gered. Die is heel handig. Dus die heb weer wat gemaakt. Top. Dus dat is... waarvan jij zei, hij mag wel iets meer lachen. Ja. Dat klopt wel. Maar het is een goede gozer. Ja, dat is mooi. Top. Dus, dat gaat allemaal goed. Top. Zullen we hem erin gaan doen of niet? Ja, natuurlijk altijd. Ik zou het leuk vinden als jullie natuurlijk een keer, ook een keer komen wassen. En dan doe ik als aanbieding, dan noem je gewoon even mijn naam. Ik ben Dave. En dan mag je het hele pakket, normaal 16 euro, krijgen dan voor 10 euro. Je krijgt 6 euro korting. Als je via de vlogstar komt. Mijn favoriete vlogs zijn. Dus ik hoop jullie te verwelkomen. En je kan ook heel mooi zingen, heb ik begrepen, hè? Ja, dat heb ik al gedaan, hè? Ja, precies, daarom. Dus, wil je dat zien? Eventjes bij de Ietje kijken. Ja, en als jullie onze nieuwe EK-hit willen zien, dan kijk je even op YouTube. En bij de EK Boys 2020. Ja, ik ga hem er ook even in zetten. Dat ging helaas niet door, natuurlijk, de EK. Nee. Maar ja, volgend jaar wel. En dan gaan we gewoon weer door. Precies. Dan gaan we er nou even in knallen. Is goed. Top. Dank u. Jo. Nou, mijn spiegeltje is verdwenen. Maar die van Rauw ook is ook weer verdwenen. Ja. Ja, en Roderick en die vindt alles baar, dus dat scheelt weer. Nee, baar. Nat. Het is helemaal niet nat. Het is niet baar. Het is niet nat. Oh, lekker joh. Lekker nat. Het is niet nat. Oh ja, het. Maar dat is Roderick en dat is net en net een vrouwtje. En dan gaan we weer. Daar gaan we weer. Autowasstraat. We lekker schoon. Helemaal nat. Ah, wel nee man. Dat alles. Nee, dat is alles, hè. Ba. Ba, zegt hij ook nog. Het is niet ba. Allemaal nat naar binnen. Ja, nou, dus? Vies nat. En nu gaan we drogen. En dan komt allemaal droog naar binnen. Droog naar binnen. Oh, 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 oh. Droog naar binnen, zegt hij ook nog. Wauw. Nu komt het allemaal nat naar binnen, nu komt het allemaal droog naar binnen. Wat is dat nou weer voor een haartje hier? Ieuw, dat is het topje dat is losgelaten. Oh ja, ik zie het. Ja, maar dat rood. Ja, dat zit aan het topje. Nee. Nee. De Scheveninger. Ja, die krijgen we niet. Jammer. Maar je kan hem wel downloaden. De Scheveninger.nl. Huis en Huisblad. De Scheveninger. Met haringjes. Ja. Download de app. Oké. Okay. Dat zit de code bij. Wel jammer. Ja, dat is heel jammer, ja. Oh, op Facebook hebben ze het ook, oké? Zullen we dan eventjes Facebook even bij... YouTube even bijwerken, lief. Hey. Even alles even goed bijwerken. In verband met de samenwerkingen, et cetera, die we hebben. Hé, hey, ja, zijn jullie er alweer? Nou, zo, ik heb jullie gemist. Nou ja, jullie zien dus al waar ik dus sta. Nou, dat is dus betekent dat ik mijn vlog ga afsluiten. Ja. Nou, ik zou zeggen, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje gelijk aan, want die staat ernaast. Vergeet dan ook zeker niet een duimpje en een leuke reactie. Want dan krijg jij zeker een leuke reactie van mij terug. Wie wil dat nou niet? Een reactie van een vlogster weer terug. Nou, dat wil jij toch?
Ik zou zeggen, doe het. En tot dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei! Laters, doei!